We zijn op het Nederlands Jeugdkampioenschap schaken in Assen. En wie lopen we daar tegen het lijf? Lucas van Forez, die vorig jaar nog gedeeld eerste tweede werd, maar de play-off verloor. Lucas, waarom doe je nu niet mee? Ja, ik ben een beetje op zoek naar uitdagingen in het toernooi. En dit is, voor de meeste mensen geen zwak toernooi, maar voor mij is het wel... het is geen sterk toernooi meer voor mij, anders zou ik eerste geplaatst zijn. Ja. En omdat ik nu wel terug ben met school, moet ik wel uitkiezen welke toernooi ik wil spelen. Oké. In welke fase ben je wat school betreft? Ik doe gespreid examen en ik ben nu bijna klaar met mijn eerste jaar, dus hier nog 1 jaar. Oké. En je hebt recentelijk een toernooi in het buitenland gespeeld? Ja, ik speelde het Europese kampioenschap. Dat ging wel goed. Ja? 2600 prestatierating en ik denk 16, 17 punten gewonnen, dus dat is wel mooi. Oké. Ik wist al dat je een wildcard gekregen had voor het MK. Wat was jouw reactie daarop? Het was eerst een beetje dat ik een beetje teleurgesteld was. Want dit jaar was... je wint het ONK, dan zou je een plek krijgen. Maar er waren wat regelsveranderingen. Dat niet gebeurd zou worden. Dat dat niet zou gebeuren. Dus door die wildcard is dat wel weer goed uitgekomen. Want ik werd dus gedeeld eerste met Erwin, maar hij had dus betere SB-punten of zo en daardoor zou hij die NK-plek krijgen. Maar... Die had hij al? Ja, hij kwalificeerde op basis van 3 dingen. Maar ze hadden dus vorige keer, was dat Koen Leenhuis met Erwin won of zo, maar ze hadden ze dat dus doorgeschoven naar Koen, maar dan hadden ze dit jaar of vorig jaar weggehaald. Nou ja. Maar ze hadden dus een beetje, denk ik, meegedacht. Maar door de wildcard aan de groot CEO kort te geven, is het natuurlijk toch wel leuk, toch nog leuk. Ja, ik ben natuurlijk wel blij. Want ik heb wel een gevoel dat ik wel kans heb om te winnen. En het is natuurlijk meedoen, leuk om mee te doen aan het evenement. Zoiets, dan speel je samen in een groep van 8, samen met je broer. Mm-hmm. Levert dat extra rivaliteit op thuis? Nee. Jullie leven wat dat betreft gewoon langs elkaar heen? Ja, meeste werk is wel gescheiden. Ja. Ik heb niet echt behoefte om met iemand aan schaken te werken, want ik heb gewoon mijn computer. Ja. En ik heb niet het gevoel dat ik iemand nodig heb. Heb je geen trainer dan op dit moment? Nee. Oké. Ik trainde eerst met Job Delemar en met Sergej Tivjakov, maar ik vond mijn eigen uren wel... nuttiger. Hoewel, ik ga nu nog steeds naar Papendal en daar om de zoveel tijd trainen. Bijvoorbeeld met Ivan Sokolov of met Luke. En 1 week, dat is nog wel leerzaam. Ook om een beetje ervaring te kijken van hoe leefde zij in de schaamwereld. Hoe gingen dan de dingen. En dan was er natuurlijk nog de verrassing van de wildcard voor je zus. Oh, zij hebt het ook mee bij het NK Vrouwen, NK Vrouwen, dat is natuurlijk voor mij als fotograaf natuurlijk heel leuk. 3 Forezen op een foto, dus dat bereid je maar voor, dat moet gebeuren. Mm-hmm. Wat vind je van haar toewijzing? Ja, ik vind het wel mooi, want ik denk niet dat ze op rating zou kwalificeren, maar... ik denk dat het in ieder geval goed is, omdat zij gewoon zeg maar het talent is. Niet alleen van de meisjes, maar ook gewoon in Nederland... Van jeugd in het algemeen. En om haar dan die kans te geven om gewoon 7 partijen te spelen tegen sterke vrouwen, is gewoon mooi voor haar ontwikkeling, denk ik. Even terug naar het huidige toernooi. Er zijn natuurlijk, van tevoren waren er 2 gedoodverde kandidaten, Max en Liam. We hebben nu een situatie, Liam staat geloof ik een punt voor op Max. Ja, ik denk niet dat Liam gaat... Ik ga ervan uit dat hij dit wint. En ik weet niet... Max had misschien iets beter tegen Simon. Dus, maar stel dat het remise wat waarschijnlijk is, dan kom je toch uit dat Liam een punt voor staat. Ja. Het is natuurlijk, ik denk dat ze ongeveer even sterk zijn, maar Liam is toch wel de meer praktische speler. Oké. En wat is, je gaat straks in juli in het NK spelen. Speel je voor die tijd nog een toernooi? Ja, ik denk Limburg Open lijkt me wel leuk om te spelen. Oké. Maar je hebt je nog niet aangemeld? Nee, moet ik nog gaan doen, ja. Oké, Limburg en misschien wat kleiner toernooi. Of Hilversum misschien? Hilversum. Nou, ik zou zeggen, veel succes en ik zie je in ieder geval op het NK. En ook succes met je school. Dankjewel.